Dit is eigenlijk een stukje kringlooplandbouw vanuit het gebied. Deze bieten worden geteeld door de akkerbouwer als buurman voor de veehouder. Die ze hier voert aan zijn koeien. Nou, en de mest gaat weer terug naar de akkerbouwer. Dus het is een hele snelle kringloop. En tegelijk is het ook een regionale kringloop. Want door dit te voeren heb je minder kracht voor nodig uit het buitenland. Ik ben Pieter de Wolf. Ik werk bij Wageningen Universiteit en Research. En ik onderzoek hoe akkerbouwers en melkveehouders beter kunnen samenwerken. Hier hebben we 4 jaar koeien gelopen in dit weiland. En dat wordt volgend jaar komen hier aardappels. Nou, wat je hier kan zien, en dat is goed te zien aan deze zoden, is dat hier heel veel wortels in zitten, dat het heel mooi donkerbruin is. Dat betekent dat er heel veel plantaardig materiaal in zit. Nou, als je hier volgend jaar aardappels verbouwt, dat is eigenlijk de ideale grond. Nou, deze vorm van kringlooplandbouw komt dus op grote schaal in de praktijk voor. Maar zou ook benut kunnen worden om een aantal belangrijke doelen te bereiken die we als samenleving belangrijk vinden. En een van de doelen is bijvoorbeeld dat onze landbouw om kan gaan met klimaatverandering. Nou, dit perceel, gras, als daar volgend jaar aardappelen komen, die grond is eigenlijk uitstekend geschikt om te gaan met veel neerslag. De structuur is goed, het kan ook goed tegen droogte, zoals afgelopen jaar. Dus je kunt die samenwerking eigenlijk op die manier ook benutten om je landbouw bestand te maken tegen klimaatverandering. Wat ik zelf heel interessant vind en ook heel mooi om te doen is als je in gesprek bent met akkerbouwers en veehouders die hier dus al dagelijks mee bezig zijn, die in feite soms al wel 30 of 40 jaar met elkaar samenwerken, om hun kennis te benutten en hun ervaring en met hun mee te denken over hoe kun je dit beter doen. En dan zie je vaak in de praktijk nog heel veel nieuwe kansen, dingen waar zij niet over na hebben gedacht, dingen waar wij niet over hebben nagedacht. De overheid die mee gaat denken of adviespartijen die tot een beter advies komen. En dat maakt mijn werk zo leuk.